Goedemorgen, welkom bij het webinar Pragmatische aanpak bio. Wij zitten er klaar voor en wij, dat zijn ikzelf, Gert Luther, mijn collega Kees Hinsbergen. En buitenbeeld doet ook mijn collega Frits Schotenhuis mee om vragen die jullie tijdens de chat kunnen, of met de chat tijdens het webinar te stellen, aan ons door te geven. We hebben een uur voor deze workshop. Voor dit webinar, en dat is wel een korte periode om de twee workshops die wij tijdens de regiobijeenkomst in het najaar hebben gegeven. Kees Hinsbergen, de workshop over het risicoregister, en ikzelf samen met Geert van Uithoven, de workshop over de bio voor kleine gemeenten, zoals het toen nog heette, om dat samen te vatten in één uur. We hebben in elk geval gezorgd dat bij de uitvraag vooraf de meest prangende vragen bij jullie zijn geïnventariseerd. Die hebben we verwerkt in de presentatie. Die worden dus ook zo mogelijk tijdens de presentatie al beantwoord. En we proberen ook aan het eind van de workshop nog het vragen te beantwoorden. Lukt het allemaal niet, dan worden antwoorden meegezonden met de presentatie en de link naar de webinar waar u het kunt terugkijken. Er worden een aantal documenten benoemd tijdens deze uitzending. Die worden ook aan het eind van deze webinar nog gepresenteerd. We sluiten ook af met een evaluatie. Het is eigenlijk voor onze eerste keer dat we de regiobijeenkomst ook nog een keer in de vorm van een webinar aanbieden. Dus we willen graag weten hoe dat bevalt. Het ontbreken van reistijd en toch het verkrijgen van informatie. Doelen van het webinar. We zouden het fijn vinden als aan het eind van het webinar het ons gelukt is om u te helpen bij het stellen van de juiste prioriteiten bij de implantatie van de bio. En ook te hebben kunnen duidelijk maken hoe op een eenvoudige wijze het juiste basisbeveiligingsniveau voor de verschillende kwaliteitsaspecten, betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid kan worden bepaald. Er hebben we ook een hulpmiddel voor beschikbaar gesteld, waar we tijdens het webinar helaas niet heel erg diep op kunnen ingaan. Dat hebben we wel gedaan tijdens de workshop. Maar we hebben in elk geval een link naar het document zoals dat op de website aanwezig is. En last but not least, we gaan ook iets vertellen over het belang van een risicoregister. En wat je kunt doen met een risicoacceptatieovereenkomst. Nou, dit even de introductie. Ik denk we gaan beginnen, Kees, met eventjes een korte toelichting op wat de bio nu eigenlijk is. Ja. Maar sorry, ik heb nog één sheet tussendoor. We hebben ook uitgevraagd wat de achtergrond is van de deelnemers die meedoen aan dit seminar. Nou, divers. Over het algemeen veel CISO's en ISO's en ook wel redelijk veel NGA-coördinatoren. Informatiemanager staat erbij. Wat wel gelijk opvalt is dat een vraag: bent u verantwoordelijk voor het implementeren van de bio? Door meer dan de helft van de respondenten is de antwoord met ja. Terwijl er maar 4 managers deelnemen als we kijken naar de inschrijvingen. De mensen die hebben geantwoord op deze vraag. Dus dat is wel iets wat we denk ik in de lopende workshop laten terugkomen. Nou, zoals gezegd, ik geef nu even het woord aan Kees voor de toelichting op de bio. Ja, goed. We beginnen met een aantal basisbegrippen in de komende slides. Zodat we ook allemaal zeg maar op dezelfde manier tegen de materie aankijken. En daarvoor begin ik met een afbeelding van een stukje van een gedeelte van de bio. Want er is al wat onenigheid over wat nou eigenlijk een maatregel is en een controle. En de bio bestaat uit hoofdstukken, uit aandachtsgebieden. Die heb ik even niet zichtbaar gemaakt. Dat is hier bijvoorbeeld 5.1.
en uit controls. Wij hebben gekozen voor de term control. En dat is een blauwe tekst. Maar hij wordt eigenlijk in de ISO anders genoemd. Maar goed, wij gebruiken de term control. En we hebben groene dingen en dat zijn overheidsmaatregelen. Ook wel vaak maatregelen genoemd. Die groene dingen die zijn bedacht door de bio-schrijfgroep. En die blauwe tekst die komt direct uit de ISO. Alles wat blauw is komt uit de ISO. En de doelstelling tekst van, zeg maar, is dan vaak zwart, maar is ook gewoon direct uit de ISO. Gaandeweg de presentatie gebruik ik steeds deze termen. Controls en overheidsmaatregelen of maatregelen. Even over de lijnmanager. In de bio is de lijnmanager verantwoordelijk. En wij noemen hem de lijn omdat de verantwoordelijkheden en de sturing in de lijn is. Ik heb dus een pijltje geplaatst. Dit is een vereenvoudigde weergave van een organogram van een gemeente. En de lijn gaat van boven naar beneden. En het is eigenlijk de lijn van verantwoordelijkheden. De laagste, zeg maar, in de lijn, en dat is niet de laagste op de werkvloer, maar de laagste, zeg maar, op afdelingsniveau, is heel vaak ook procesverantwoordelijk. En is ook verantwoordelijk voor de implementatie van de maatregelen van de bio. Dus als ik het heb over, als we het hebben over de proceseigenaar, dan hebben we het eigenlijk altijd, of heel vaak, en dat hangt af, nogmaals, van de indeling van de gemeente, hoe de gemeente is opgebouwd. En hoe alle zaken zijn ingeregeld. Maar de laagste verantwoordelijk is eigenlijk altijd, vind je altijd op afdelingsniveau. De presentatie werkt niet. Zit je met de muis? Goed, volgende slide. Wacht even, ik kan mijn muis niet bewegen. Goed. Komt hier. Ja, sorry. Er zit iemand in de besturing van dit geheel. Ook met dezelfde muispointer iets te doen. En dan ben ik hem kwijt. Ik heb ook van een gemeente. Heb ik zeg maar de taken en bevoegdheden van internet gehaald. Van de teammanager. Dat is heel vaak zeg maar de laagst verantwoordelijke. Binnen een gemeente. En dit was een hele uitgebreide. Je komt echt alle smaken tegen bij alle gemeenten. En afhankelijk van wat er in, zeg maar, in zo'n taken en bevoegdheden staat. Zie je ook dat het in meer of mindere mate makkelijker wordt om met iemand te praten. Ik weet niet of iedereen de slide helemaal goed kan zien. Maar als je termen ziet als het goed laten verlopen van de PNC-cyclus. Het gezamenlijk behalen van resultaten. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Functioneren van teamleden, prestaties van het team, verantwoordelijkheid voor middelen, dan weet je eigenlijk dat je bent uitgekomen bij een proceseigenaar. Proceseigenaren zijn dus ergens van. Dat vinden ze misschien niet altijd leuk, misschien willen ze dat ook niet altijd zijn, maar een proceseigenaar is eigenlijk verantwoordelijk voor het laagste ding binnen een gemeente met een doelstelling. Mooi. Ja. Maar ik wil hier verder niet bij stilstaan. Het is belangrijk dat als je het beleid schrijft, dan schrijf je ook een hoofdstuk over de governance. En het hoofdstuk over de governance gaat over taken en bevoegdheden in de organisatie met betrekking tot informatiebeveiliging. Dus als je beleid goed geschreven is en je de taken en bevoegdheden van de proceseigenaar of lijnmanager goed beschreven hebt in het beleid, dan wordt de discussie achteraf een stuk eenvoudiger. Ja, wat wij wel tijdens de workshop terugkregen is dat er zijn natuurlijk gemeenten die werken met zelfsturende teams. Er zijn gemeenten die hebben geen processen, die zijn gewoon niet beschreven. Wat kun je dan hanteren als basis voor de implementatie van de bio? Ja, ik heb dus even in de voorbereiding op dit ding gekeken naar zelfsturende teams op internet. Ik heb het plaatje helaas niet ingevoegd bij deze presentatie. Maar zelfsturende teams zijn eigenlijk alleen maar handig als je een professionele organisatie hebt. Nou wil ik niets afdoen aan de professionaliteit van de gemeente, maar dus hoe meer zelfsturing, eigenlijk hoe meer professioneel de organisatie is ingericht en ze zelf dingen kunnen bepalen. En soms wordt de zelfsturing dus niet altijd op de goede manier gekozen of ingezet. Nee. En dat maakt dat je dan in een kramp komt als organisatie. Maar goed,
sommige keuzes worden zo gemaakt. Ja, maar goed, als je helemaal niemand kan vinden, dan is uiteindelijk de gemeentesecretaris degene die daar een beslissing over moet gaan nemen. Eigenlijk wel, want die is in de bio eindverantwoordelijk. Hij is sowieso eindverantwoordelijkheid voor de, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente. Dus als het ergens niet valt, dan is eigenlijk de gemeentesecretaris de aangewezen persoon. Ja. Ja, dat. Goed. Even over processen. Er worden veel vragen gesteld over processen. En wat is nou een proces? Nou, als je, ik heb hier links in de dia of slide een lijstje staan van hoog naar omlaag in de organisatie. Het begint bij een missie en een visie. Iedere organisatie, ook een gemeente, heeft een missie en een visie. Daarna heb je ook daaronder vallen komen, gebaseerd op de missie en de visie, organisatiedoelstellingen. Vervolgens zijn er hoofdprocessen. Daaronder komen subprocessen. En onder de processen zie je veelal lagere dingen, zoals procedures, activiteiten, taken en werkinstructies. Nou wil ik even, en dit is trouwens een leuk plaatje, want dit gaat over het bakken van hamburgers. Maar of je het gaat over bakken van hamburgers of het nemen van een besluit, het proces is hetzelfde. Er is een input, er is een output, er is stuurinformatie en er gaan resources in, mensen en middelen. En als je een hamburger maakt, gaat er natuurlijk gewoon vlees in. Maar als je een besluit neemt, dan gaat er informatie in. Wettekst, beleid, noem maar op. Dit is eigenlijk de algemene definitie. De meest gehoorde vraag is, wat is nou een proces? Of hoe groot is dat? Of hoe klein? En er wordt ook heel vaak de term systeem gebruikt. En systemen komen we op twee manieren tegen, ook in de bio. Maar over het algemeen bedoelen we met systeem, met IT-systeem. En dat is iets wat een proces ondersteunt. En je kunt ook nog zeggen, ik heb een systeem van processen. Dat kan. Die term kun je gebruiken. Maar dat maakt het wel lastig, want de ene persoon heeft dan in zijn hoofd IT-systeem en de andere denkt aan een groep van processen. Dat is ook de reden waarom ik in deze slide gebruik maak van de term hoofdproces. En dat brengt me ook op het pragmatische van de bio. Je kunt namelijk, als je alle processen pakt uit jullie architectuur. Of uit verwerkingsregister. Bijvoorbeeld. Dan krijg je zeg maar heel erg veel processen. En ga je dus heel erg vaak de organisatie in om vragen te stellen. En ga je ook heel erg vaak managers die druk genoeg hebben. Vermoeien met allerlei vragen over informatieveiliging. En dus is eigenlijk een van de uitgangspunten van pragmatisch implementeren is clusteren. Clusterprocessen. En noem dat dan het hoofdproces. Je zou zelfs kunnen zeggen, ik cluster het op afdelingsniveau. Iedere keuze is goed als je hem maar bewust gemaakt hebt. Er is geen goed of fout, want er is ook niet een eenduidige definitie van wat een proces is. Tot zover processen. Er zijn heel veel vragen gesteld over BDN3. En dat komt voor dat de gemeenten kiezen of uitkomen in hun keuze bij het uitvoeren van de BDN-toets op de keuze maken voor BDN3. En op zich staat het wel goed in de bio. Je moet alleen even weten waar het staat. Maar BDN3 is niet het logische gevolg van BDN2. Eigenlijk is het net zoals met de BIG. Als je met de BIG tijdens de BDN-toets erachter kwam dat de BIG niet voldoende was, dan moest je een risicoanalyse uitvoeren. Dat is met de bio niet anders. In dit plaatje heb ik het eigenlijk weergegeven zoals het hoort te zijn. Naarmate het te beschermen belang toeneemt, wordt zeg maar de keuze om iets niet te doen, wat kleiner. Met andere woorden, BBN1 heeft minder maatregelen, en daar heb je dus veel vrijheid om iets niet te doen. Bij BBN2 heb je eigenlijk de hele bio te pakken. En heb je meer nodig dan BBN2, dan kom je dus automatisch uit op een risicoanalyse. Dat is ook de reden waarom wij bezig zijn met het eenvoudige hulpmiddel, want wij willen niet dat alle gemeenten op dezelfde manier, voor hetzelfde proces, 355 keer een risicoanalyse gaan uitvoeren. Wij willen eigenlijk dat op centraal niveau, bij ons, bij de IBD, willen we dat bedenken, uitwerken, zodat zeg maar, het analysedeel al gedaan is en jullie alleen nog maar maatregelen hoeven te selecteren. Dat geeft ook weer een uitdaging. Maar goed, wij proberen en we zijn bezig met dingen zoals het eenvoudige hulpmiddel om het voor jullie makkelijker te maken. Hier zie je rechts in het plaatje zie je BBN3.
BBN3 is eigenlijk alleen maar weerstand tegen statelijke actoren of georganiseerde misdaad. En dat is heel specifiek. Dus als je iets vindt boven BBN2, dus dat wil zeggen vertrouwelijkheid hoog, integriteit hoog, beschikbaarheid hoog, alle drie of één van de drie of twee van de drie, dan is dat dus niet automatisch BBN3. Dat is gewoon het uitvoeren van de risicoanalyse om extra maatregelen te vinden die nodig zijn om informatie passend te beschermen. Over BBN3 aan zich, het is een maatregelset die er nog niet is en ik weet ook niet wanneer die gaat komen. Dit is een hele uitgebreide maatregelset. Maar eerst moet op rechtsniveau afstemming plaatsvinden, daarna op werkgroep-bio-niveau afstemming plaatsvinden. En bij het Rijk is het nog niet klaar. Dus het gaat nog wel even duren voordat we een BBN3-set hebben, als hij er al komt. Ik wil nog één ding toevoegen over BBN2 en BBN3. Feitelijk biedt BBN2 doet ook iets met statelijke actoren. Maar bij BBN2 is de weerstand passief, dat wil zeggen detectie. En bij BBN3 is de weerstand actief. Het grote verschil met betrekking tot statelijke actoren is BBN2 is detectie. Ik wil het kunnen zien en daarna besluiten welke maatregelen ga ik nemen. En bij BBN3 heb je de maatregelen al in place. Tot zover BBN3. Oké. Dit plaatje moet ik helaas nu plat laten zien. Ik weet niet of er nog wat in zit. Even kijken. Goed. Dit is het plaatje. Dit is eigenlijk ISO 27005. Dit gaat over risicomanagement. Dit plaatje hebben we echt in de afgelopen jaren al vaak laten zien. Hier zie je de samenhang van risicomanagement. En wat we doen is, we plotten even de verschillende dingen die wij voor jullie gemaakt hebben op dit plaatje. En dat is belangrijk, want dan weet je ook ongeveer waar je mee bezig bent. Het begint altijd met het uitvoeren van de baseline toets. Want je moet in principe weten op welke BBN je uitkomt. En vroeger was het of je binnen of buiten de big valt. En nu is het of je op BBN 1 of 2 of daarbuiten valt. Vervolgens moet je, omdat in de bio heel weinig maatregelen staan, eigenlijk een risicoanalyse uitvoeren. Nou, het goede nieuws is, wij doen dat voor jullie. Wij gaan in de toekomst, en we hebben dat al gedaan in het eenvoudige hulpmiddel, maar in de toekomst hebben wij eigenlijk de analyse al uitgevoerd en hoeven jullie alleen maar bepaalde keuzes te maken, waardoor je in één keer een ideaal set met maatregelen hebt. Daarnaast is het nog steeds zo, die ideale set is niet een verplichting, want de bio is verplicht, dat is die minimale norm, en alles wat je extra doet, dat zijn keuzes. En keuzes, dat is risicomanagement. Vervolgens moet je weten, als je de risicoanalyse hebt uitgevoerd en je hebt een ideale set met maatregelen gevonden en je hebt de bio als bak met maatregelen, is dat je een gap-analyse uitvoert. In de pragmatische aanpak kennen we eigenlijk twee gap-analyses, want we beginnen met een gap-analyse, namelijk op corporate niveau, zodat alle maatregelen en controles die op hoofdniveau of zeg maar binnen de organisatie spelen, diep afdelingsniveau, zodat je al weet hoe die zijn, hoe die staan. Maar daar gaat volgens mij Gerne wat over zeggen. Maar hier doe je dus de gap-analyse voor de proceseigenaar, zodat hij weet welke maatregelen hij nog zou moeten implementeren. Want hij is verantwoordelijk. Niet jullie. Jullie zijn verantwoordelijk voor het proces informatiebeveiliging en het ondersteunen op informatiebeveiliging, als je tenminste een CISO bent. Maar de lijnmanager is verantwoordelijk voor de implementatie van passende maatregelen bij zijn proces of bij de processen waarvoor hij verantwoordelijk is. Nou, dat is ook het laatste dingetje. Management accepteert het beveiligingsplan met restrisico. Ja. Tot zover over risicomanagement. Ik denk dat er nu ook alweer een aantal vragen beantwoord zijn uit onze eerste enquête. Ik denk dat nu het stokje overgaat naar... Ja, helemaal goed. Ja. Ik mag even... Ja, de pragmatische aanpak van de bio. Eigenlijk de belangrijkste opmerking vooraf is dat die baseline toets altijd ten grondslag ligt aan het beoordelen van maatregelen die noodzakelijk zijn. En dan is er een tweetrapsraket als het gaat om de gap-analyse. Je begint in feite, wat Kees net ook al zei, op corporate of organisatiebreed niveau. En heb je het over de belangrijkste bedrijfsprocessen in het kader van ICT, personeelszaken, je fysieke toegangsbeleid. Dat zijn allemaal zaken die
eigenlijk voor de hele organisatie in één keer geregeld zijn. En ja, dan begin je ook niet op nul, want je hebt natuurlijk al heel veel gedaan in het kader van de BIG. Als je dat hebt gedaan, die gap and lease organisatie breed, dan neem je ook al een hele hoop vragen weg, die je anders misschien al zou moeten stellen aan een lijnmanager. Want alles wat je generiek regelt, hoef je niet nog een keer op afdelingsniveau met een manager te gaan bespreken. Dan kom je ook, denk ik, als CISO wat prettiger over als dat je met een hele lijst van maatregelen naar zo iemand toe gaat waarvan een groot deel buiten de scope van die lijnmanager al is getroffen. Dat is één, dus een gap-analyse eigenlijk in twee fasen. Eerst organisatiebreed en dan zoveel mogelijk processen clusteren op afdelingsniveau en die bespreken met een lijnmanager. En je ziet hier een zijstapje in de aanpak, want we moeten namelijk die maatregelen natuurlijk gaan baseren op het vaststellen basisbeveiligingsniveau. Je kunt eigenlijk stellen dat de bio ongeveer BBN2 dekt. Wat mag ik zeggen, in het geheel? Nee, dacht ik al. Nou, nee. Het hoogste niveau wat in de bio is uitgewerkt is BBN2. En dan kan ik ook gelijk een vraag van Willy beantwoorden. Want eigenlijk is BBN2 gelijk aan de BIG. BIG was ook op het niveau van wat nu BBN2 is. En dat is het niveau departementaal vertrouwelijk. En dus als je de BIG hebt geïmplementeerd, dan is het enige wat je doet is nog het verschil zoeken tussen de maatregelen die in de BIG stonden en de maatregelen die in de bio staan. Oké. Goed, dus dat BBN-niveau dat moet worden bepaald door de proceseigenaar. Die moet bekijken of betrouwbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid mogelijk hoger uitvalt dan BBN2. We hebben een eenvoudig hulpmiddel voor bedacht. Dat ga ik zo eventjes laten zien. Wat ik in elk geval wil aangeven is, ga er niet van uit dat jouw gemeente de enige is die analyse uitvoert. We hebben 350 gemeenten die allemaal met hetzelfde probleem zitten. We moeten de bio gaan implementeren. Dus het is heel goed mogelijk dat je bepaalde processen waar discussie over is, op een wat hoger niveau met andere gemeenten gaat bespreken. Dus zoek in elk geval de samenwerking met de andere gemeenten. Als je hebt vastgesteld welke maatregelen genomen zijn, welke maatregelen nog genomen moeten worden, dan zal de lijnmanager daar ook een soort akkoord op moeten geven. Vandaar dat het belangrijk is dat je die resultaten ook vastlegt. Dat komt wat later in het webinar aan de orde, als we het gaan hebben over het risicoregister. Maar ik wil eerst even wat zeggen over het hulpmiddel wat de IBD heeft ontwikkeld. Het doel daarvan is eigenlijk dat je op basis van een inventarisatie van schade voor betrokkenen en de organisatie bij het niet voldoen aan de informatiebeveiligingseisen, bepaalt welke klassificatie je aan een proces moet toekennen. Dus standaard uit BBN2, misschien nog zelfs BBN1. En soms moet je daar aanvullende maatregelen bij gaan bedenken. Maar bij die klassificatie van maatregelen is dat hulpmiddel een hulpmiddel. Dat gaat in elk geval je in staat stellen om op basis van een aantal vragen die in het tool gesteld kunnen worden, die klassificatie te bepalen. Dat is één manier om het te doen. Een tweede manier is om de klassificatie te gaan bepalen op basis van schema-referentiecomponenten. Ik gaf net al aan dat het soms moeilijk is om aan te geven of er een proces is, of er een eigenaar is. Ja, dan zou een terugvalmogelijkheid zijn dat je kijkt naar de schema-referentiecomponent en daar een klassificatie aan hangt. Nou, het kader van de pragmatische insteek is nog een praktisch alternatief. We hebben voor gemeenten een standaard verwerkingsregister opgesteld. En dat is voor ingevuld. En een van de
kolommen die daarin terug te vinden is, is een klassificatie van elk individueel proces, wat is genoemd in het verwerkingsregister. Het heeft natuurlijk wel de beperking dat het alleen gaat over de processen met persoonsgegevens, maar dan ben je ook wel een heel eind op weg met het terugvinden van de klassificatie. Het is ook een goede basis om het gesprek aan te gaan met een procesverantwoordelijke of een lijnmanager. Want ja, je moet wel goed in huis komen om te gaan afwijken van de klassificatie die in het verwerkingsregister is toegekend. Dat is gedaan met een groep van expertgemeenten. Dus je kunt het goed als basis gebruiken om per proces een BBN-klassificatie te benoemen. Het hulpmiddel, dat kunnen we nu helaas niet in uitgebreide zin vertonen. We hebben tijdens de workshop daarmee geoefend en over het algemeen te horen gekregen van het is goed werkbaar. Aan het eind van de presentatie van dit webinar zit een link en daar worden nog een aantal documenten in genoemd, waaronder dit hulpmiddel, zodat het eenvoudig is terug te vinden. Volgens mij zijn daar voor de rest geen vragen over binnengekomen, Frits? Nee? Nee, het gaat vooral over het commitment van het bestuur, want dat is natuurlijk inderdaad wel heel erg belangrijk als je begint. Het commitment van de bestuur, ja. Ja, daar is een... Dat was een vraag die binnenkwam. Ja. Komt dat terug in jouw... Niet per se, maar misschien kom ik eraan toe. Ja. Het risicoregister. Oh ja. Ja. Nou ja, we zijn mooi op tijd. Ik zal nog even wat vragen beantwoorden. De baseline-toets is dus vooral bedacht om te beoordelen of je op BBN 2 zit of niet. De stelregel binnen de bio is, als je niks doet, dan heb je BBN 2. Als je de baseline-toets uitvoert, en er zijn verschillende smaken om het te doen, er is een KIS van de Rijksoverheid, er is de baseline-toets van de IBD, er is een eenvoudig hulpmiddel van de IBD, eigenlijk doet hij hetzelfde alleen met één vraag, er zit ook een gevaar in, maar goed. Je kunt ook nog, ik geloof uit mijn hoofd, pagina 25 van de bio, staat het uitgeschreven in tekst. Het probleem, dat is eigenlijk geen probleem, maar goed, als je het doet met een eenvoudig hulpmiddel, geef je maar per aspect van informatiebeveiliging één antwoord. Eén vraag, één antwoord, en dat bepaalt dan gelijk de score. Dat heeft als voordeel dat je heel snel klaar bent, want je weet gelijk waar je valt op je BIF-score. Maar als nadeel heeft het dat je eigenlijk maar één vraag beantwoordt. Dus je hebt geen discussie, je hebt geen bewustwording met de proceseigenaar. Goed. Het andere dingetje met het beoordelen van BBN en ook zeg maar het proces van implementeren van de bio. Als je met te weinig mensen in de ruimte zit en je bepaalt de BBN, of je voert met te weinig mensen in de ruimte de risicoanalyse uit, dan heb je niet dat de groep zichzelf corrigeert. Met andere woorden, dan scoor je zomaar te hoog of te laag. In ieder geval kan het resultaat zijn dat je daarmee dus geen passende maatregelen bedenkt, of te zwaar of te weinig maatregelen bedenkt, voor zeg maar dat wat je wil beschermen. Ja. Dus het is belangrijk dat je het uitvoert in workshopverband met een proceseigenaar en een systeembeheerder en een INA-manager en de functioneel beheerder en de technisch beheerder en jij natuurlijk als je de CISO bent. Ja, maar je kan natuurlijk altijd het hulpmiddel gebruiken als referentie. Toets hoe we het landen tegenaan kijken. Ja. Dus zodat de IBD geen toetsrol heeft, dus wij toetsen niet, wij onderzoeken niet hoeveel gemeenten de BIG hebben geïmplementeerd. Inmiddels hebben jullie NCA en bepalen jullie dat voor jezelf. Daar wordt ook niet mee gebenchmarkt, dus is niet te zien hoeveel procent aan het einde van NCA bio-compliant is of BIG-compliant is. Niemand weet dat. Dat is aan jullie zelf. En ik durf ook te zeggen dat als je met een baseline bezig gaat, als normen zet, als je risicomanagement doet, ben je nooit klaar. Want je bent altijd bezig met het evalueren van risico's. En de bio of de BIG is slechts de meetlat. Niet meer en niet minder. Dus implementeren, theoretisch kun je zeggen, ja, ik kan ooit een baseline implementeren.
En misschien ook wel in 3 jaar of in 4 jaar, of eigenlijk wil ik geen jaar noemen, want het is afhankelijk van de ambitie van de organisatie, het volwassenheidsniveau, het kennisniveau van alle mensen in de organisatie, inclusief de CISO, maar ook de proceseigenaar. Dus er zijn heel veel factoren, en oh ja, geld natuurlijk, hè. Geld, tijd en geld, laten we dat niet vergeten. Ja. Dus het is van heel veel factoren afhankelijk hoe snel of hoe langzaam een bio wordt geïmplementeerd. Het belangrijkste is echter niet het, nou, dat mag ik niet zo zeggen misschien, maar oké, okay, niet het implementeren van de bio, maar weten waar je staat, de gap-analyse. Want als je niet weet waar je staat, ben je ook niet in controle. En kun je ook geen plan maken over de dingen die je nog niet gedaan hebt. Want het informatiebeveiligingsplan is eigenlijk niet meer dan alle dingen die je nog niet gedaan hebt, planmatig in de tijd uitwerken en toewijzen aan verantwoordelijken om iets te doen. Die commitment van het bestuur is eigenlijk wel heel belangrijk. Eigenlijk op voorhand. Als het commitment er niet is, dan betekent het dat je eigenlijk pas bij het risicoregister praat met je lijnmanager. En je dus eigenlijk bottom-up gaat. Maar het allerbeste is natuurlijk als je bestuur gewoon zegt van we gaan dat doen en we gaan het op deze manier doen. En de CISO die begeleidt dat en we gaan dat gewoon implementeren. En daarmee zeg maar de organisatie in stelling brengt. Ja. Ja, dan helpen de laatste ontwikkelingen met Citrix wel bij de bewustwording van bestuurders ook, dat er iets moet gebeuren in het kader van informatieveiliging. Ja, op dit moment, vandaag is het moment. Hè? We hebben net een weekend achter de rug. Dit is het moment om te pakken. Good crisis. Een incident of een tijd is goed voor het budget. Ja. Maar goed, ik zie nog een vraag. Die eindverantwoordelijkheid. Het is zo dat er is een kolom toegevoegd in de bio. Dat bestond niet in de BIG. Er is een kolom toegevoegd aan de rechterkant achter de controles en maatregelen, waarin er staat als een best practice. Wie is verantwoordelijk voor deze controle of maatregel? En daar zie je eigenlijk staan, omdat de bio is voor alle overheden, en dus kun je niet zeggen hij is voor Piova-actor, facilitair of IT of de proceseigenaar of whatever, want al die overheden en zelfs onderling, gemeenten onderling, zijn niet op één manier en dezelfde manier ingericht. Dus je kunt niet zeggen het is altijd die of altijd die. Dus hebben we er in de bio voor gekozen om het op het hoogste niveau te leggen, zeg maar degene die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. En dat is dus de secretaris-generaal bij het ministerie, de provinciesecretaris bij een provincie, de gemeentesecretaris bij een gemeente. Dus als een proces of een systeem niet juist beveiligd wordt omdat er geen eigenaar is aangewezen, niet in het mandaatregister staat of iemand het gewoon niet wil doen, dan is dus de eerstvolgende persoon waar je uitkomt, is de eindverantwoordelijke voor informatieveiliging, en dat is de verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering. En dat is de secretaris. Dat staat ook eigenlijk letterlijk zo in de bio. Oh, dat is een hele lange vraag. Ik weet niet of ik die nu ga beantwoorden, maar goed, ja. Ja, ik ga door. Breng dus op het volgende. Als je dus geen commitment hebt, maar jij begint wel te trekken aan die organisatie, dan moet je bereid zijn om af en toe een stapje terug te doen of een omtrekkende beweging te maken. En dat is, je moet dus gewoon je weg vinden. En je komt weerstand tegen, dat kan ik je garanderen. In het vorige plaatje, ik switch even terug naar het plaatje van, geef niet, naar dit plaatje. Punt 7, leg de resultaten vast. Je hebt die gap-analyse gedaan, je legt de resultaten vast. Dan kom je eigenlijk terug bij het plaatje waar ik nu naartoe ga. Dit plaatje, leg de resultaten vast. Als je de resultaten hebt vastgelegd van, zeg maar, de BDN-bepaling, dan kom je op een lijstje van, ik heb maatregelen al geïmplementeerd, geïmplementeerde maatregelen, of ik heb nog te implementeren maatregelen. Dat is nog te implementeren maatregelen. Op die te implementeren maatregelen doe je een impactanalyse. En dat betekent eigenlijk dat je voor de organisatie het lijstje van te implementeren maatregelen pakt.
Je pakt eigenlijk de risicoanalyse erbij, want je gaat dan bepalen wat is het ergste, wat is minder erg. Want toprisico's wil je als eerste implementeren. Maar je voert een impactanalyse uit. En dat betekent niks meer en niks minder als dat je op basis van kosten, mensen, munten, middelen, ambitie, maar ook risico, probeert een volgorde aan te geven van wat gaan we eerst doen. En die keuze die leg je uiteindelijk voor aan het bestuur. Want je hebt namelijk geld nodig. Je hebt geld en tijd en mensen nodig om zeg maar maatregelen te implementeren. Uiteindelijk is het resultaat van de impactanalyse de basis voor je informatiebeveiligingsplan. Dus alles wat niet gedaan is, wordt geprioriteerd met een impactanalyse. Uiteindelijk maakt het lijn of het bestuur een keuze. En dat is de voeding voor je jaarlijkse informatiebeveiligingsplan. Je loopt net zoals alle andere dingen binnen je organisatie mee met de PDC-cyclus. Je vraagt eigenlijk met je informatiebeveiligingsplan om budget. En als het goed is, krijg je dat in de onderhandeling ook toegewezen. En ik denk dat het goed is om zeg maar niet op procesniveau dat plan te schrijven, maar gewoon dat ding te laten groeien op basis van wat er vanuit processen komt, dus vanuit lijnmanagement komt. Uiteindelijk is de verantwoordelijke die met een datum ook in het beveiligingsplan staat, is gewoon de proceseigenaar. Of een van de POVA-actoren, zeg maar facilitair, personeel, of HR, IT, en noem ze maar op. Als je maatregelen hebt die tijdelijk of niet geaccepteerd worden, dat wil zeggen, tijdelijk of geaccepteerd risico. Niet alle niet geïmplementeerde maatregelen worden ook daadwerkelijk geïmplementeerd. Dat mag. Het is niet zo dat je alles moet implementeren. Maar wat je doet namelijk is je laat het bestuur, de lijn, de keuze maken over wat ze gaan doen, wat ze willen doen. En als zij zeggen, we vinden dit niet belangrijk, dan is dat zo. Dan schrijf je dat op en dan kom je, en dan gaan we naar de rechterkant van de slide, dan kom je in het risicoregister uit. Want alle maatregelen die je niet implementeert, betekent eigenlijk dat je één of meer risico's accepteert. Dat is namelijk, de crux is, met de big data we alleen maatregelmanagement. En waren we eigenlijk niet voldoende bezig met het vertalen naar wat betekent dat dan voor de business? Welk risico ontstaat er als ik een maatregel niet neem? En daar zijn we dus nu mee bezig. We zijn nu aan het uitwerken wat er gebeurt als je een bepaalde maatregel niet implementeert. Wat betekent dat dan? Welk risico ontstaat er dan? En dat moet je altijd vertalen naar een bedrijfsproces. Want dat geeft betekenis binnen de organisatie en binnen het lijn van, dat betekent dus dat. En daarmee kunnen ze ook zeggen of ze iets wel of niet willen doen. Maar dan bewust vanuit risicogerillen. En dat is risicomanagement. Alle risico's die je dus niet of tijdelijk niet of nooit gaat implementeren, die neem je op in het risicoregister. En van ieder risico dat daarin komt, maak je een risicoacceptatieovereenkomst en die geef je aan de lijn, aan de verantwoordelijke voor die bijbehorende maatregel of het bijbehorende risico. En daarmee maak je de organisatie bewust van het feit dat er een risico is en dat ze dat geaccepteerd hebben voor kortere of langere tijd. En, of dat ze een tijdelijke andere maatregel nemen om het risico te minimaliseren. En dus het is echt een overeenkomst. En dus als je aan de voorkant geen commitment hebt en je hebt toch ben je in gesprek met een aantal proceseigenaren en je doorloopt de BBN-toets en je komt op met de gap-analyse op maatregelen die er nog niet zijn of die er nog niet goed zijn, dan uiteindelijk kom je dan aan een opname van die maatregel als een risico in het risicoregister en laat je de lijnmanager tekenen voor dat risico. Ik zag er een vraag langskomen. Ja? Mag dat ook bij een verplichte overheidsmaatregel? Of is het zo dat die overheidsmaatregelen ten alle tijde moeten worden genomen? Ja, je moet een overheidsmaatregel altijd implementeren, want dat is de minimale basis. Maar ik denk dat als je een heel erg goed argument hebt, dat je nog wel een. Kijk, het probleem van de BIR vroeger en de BIG was. Ja, het is één grote bak met maatregelen en er was geen discussie mogelijk. Je had eigenlijk
stond je met de rug tegen de muur en je moest gewoon 300 maatregelen, 300 plus maatregelen gaan implementeren. En wat je nu doet is, je maakt bewuste keuzes. Je doet risicoafwegingen. En dus zou je ook kunnen zeggen, ik doe het niet of ik doe het anders. En uiteindelijk is de enige die erover gaat, dat ben jij namelijk. Dat ben jij als organisatie. En je moet het uiteindelijk aan één persoon uitleggen, dat is namelijk aan de auditor als je wordt bekeken, als je wordt geaudit. Of je moet het kunnen uitleggen als een incident optreedt. Breng me gelijk op het andere deel van de presentatie, rechtsboven. Er staat nog een pijl van incidenten omlaag. Incidenten zorgen ook voor maatregelen. Maar komen voort uit risico's. Dus ook incidenten neem je op uiteindelijk, althans de maatregelen en de risico's die je nog niet geïmplementeerd hebt, die neem je op in het risicoregister. Dus het is niet zo dat het risicoregister alleen maar gevuld wordt door vanuit het proces implementeren bio. Er zijn andere plekken waar risico's ontstaan die je opneemt. Je kunt ook net zo goed privacy risico's opnemen. Het risico is een risico, alleen de eigenaar is iemand anders. Kijk nog even naar de vragen. Misschien antwoord op de vraag hoe verplicht de bio is of de maatregelen uit de bio. Nou, de bio is echt de minimale norm. Want we hebben dat zo afgesproken. En alle dingen die open zijn gelaten in de bio, daarvan hebben we gezegd, als daar iets gebeurt of als dat niet goed is geïmplementeerd, dan hebben we daarmee als de BV Nederland geen probleem. Het is echt de minimale norm. Het is een verplichte norm. En je zult eigenlijk altijd alle maatregelen moeten implementeren. En misschien een andere vraag was over de analysemoeheid bij organisaties. Hoe je daarmee omgaat. Ja, het goede nieuws is, als jullie al met de BIG bezig waren, en ik weet dat dat niet in alle gevallen zo is, want wij konden exact zien bij de IBD aan het soort vragen die we kregen, of iemand begonnen was of niet. En sommigen waren al in 2013 bezig en sommigen, nou ja, wat later, zeg maar. Maar als je... De BIG, als je heel ver bent met de BIG, dan hoef je eigenlijk alleen maar te kijken naar verschillende maatregelen. Want de BIG is qua niveau exact hetzelfde als BBM2 van de bio. En het is ook niet zo dat je tot op het bot de bio moet implementeren en dat je tot op het bot ieder proces moet doen. Dat proberen we juist niet uit te leggen. Probeer de lijnmanager zo weinig als mogelijk te vermoeien. Kijk door je oogharen en kijk van, zijn al die processen bij die ene lijnmanager horen vergelijkbaar? Dan kan ik ze dus ook in één keer met een BBN-toets, met een lijnmanager doorspreken en een BBN bepalen. En daarmee kijken naar mogelijke extra risico's of extra maatregelen die de lijnmanager wil nemen. Het is dus niet zo dat je, zeg maar, als je vanuit de GEMMA 30 processen of 40 processen ziet bij burgerzaken, dat je dan met de afdelingsmanager van burgerzaken 40 keer het gesprek aangaat. Dat is niet handig. Je moet juist proberen pragmatisch om te gaan met de bio, maar wel, er zijn een aantal stappen en die staan vooral in deze slide die je nou ziet. Ja, dit is uitgewerkt in de handreiking bio voor kleine gemeenten. Precies, dit is uitgewerkt in de bio voor kleine gemeenten. Dit is qua proces en procedure bio aanpak, dit is de aanpak. En deze aanpak mag je niet van afwijken. Wat hier niet staat, is dat je voor alle bedrijfsprocessen dit moet doorlopen. Er staat alleen maar in het begin bij stap 2 belangrijkste bedrijfsprocessen. Maar daar kun je ook voor lezen geclusterde bedrijfsprocessen. Het is niet zo dat we de organisatie moeten vermoeien met allemaal analyses. Dat moeten we ook beslist niet doen. Goed. Ik lees nog even nog een vraag. Ja, gaan we door? Oké. Dit even over het risicoregister. Dat klopt. Ik zie nu nog een vraag binnenkomen. Je moet dan eerst bepalen welke informatiesystemen je hebt. Als het goed is, weet je dat al. Anders bestond je niet als organisatie. Neem ik aan. Goed. Het risicoregister. Ik heb toch het plaatje nog even opgenomen. Het zal wel slecht te lezen zijn, maar er is geen verplichting voor, zeg maar, de inhoud zoals die hier staat. Dit is een suggestie van ons, van de IBD. Maar wat belangrijk is dat je het risico vastlegt, dat je het uniek nummer geeft, een datum, en dat je ook opschrijft wie er van is.
En ook wanneer hij iets gaat doen of wat hij anders gaat doen. Er bestaan nu veel disciplines risicoregisters. Dat is echt een heel normaal ding. Alleen we hebben hem vanuit de BIG nooit gebruikt. Maar vanuit de bio is er een verplichting om bij te houden welke maatregelen je nog niet geïmplementeerd hebt. En dat kan eigenlijk alleen maar vanuit het risico gebaseerd. Dus goed, vandaar het register is niet zomaar iets. Het staat ook echt in de bio dat je het moet hebben. Goed. De risicoacceptatieovereenkomst. Nou, we hebben geprobeerd om zeg maar slides met tekst te voorkomen, want je moet eigenlijk naar mij luisteren, niet lezen. Maar goed. Er zijn een aantal eigenschappen en een aantal van de vragen worden hier toch wel weer beantwoord, denk ik. Als je zeg maar een risico onbehandeld laat, dan is er iemand van. En als je die persoon niet aanwijst of niet vertelt dat die ervan is, dan is dus iemand anders het probleemeigenaar. En dat zou zomaar de CISO kunnen zijn. Dat willen we dus niet. En het staat misschien wat negatief geschreven, balletje terug gaan spelen. Maar het gaat erom is dat de business weet dat er een risico is en dat ze daar een bewuste keuze over maken. En daarvoor is het register en daarvoor is ook de overeenkomst. En als het risico van wat ontstaat uitstijgt boven de lijnmanager waar je mee bezig bent. Het is dus een organisatierisico bijvoorbeeld of het is een ketenrisico. Dan moet het risico geaccepteerd worden op het niveau waar dat thuis hoort. Dus je kunt niet zeggen tegen een proceseigenaar kan geen risico accepteren, dat hoort bij de Subicate bijvoorbeeld. Dat gaat gewoon niet. Daar is iemand anders van. Ja, ik zie als ze de ruimte niet gaan tekenen. Het gaat niet om of ze het tekenen, het gaat om dat ze weten dat hij er is. Dus je maakt hem, je schrijft hem. En dat is moeilijk, want er staan open tekstblokken in. Je moet zelf nadenken over de inhoud. En als je het aan hun geeft en zij tekenen het niet, net zoals dat sommige lijnmanagers zeggen dat ze niet van het proces zijn, dat kan. Maar of je gaat een niveau omhoog, waarschijnlijk wordt dat niet gewaardeerd. Maar ik zou zeggen, meld het binnen de organisatie en laat de proceseigenaar ook de acceptatieovereenkomst zien. En sla het op. Uiteindelijk is het ook een ding van bewijsvoering. Dat. Voor de risicoacceptatieovereenkomst kom je eigenlijk weer een aantal van dezelfde velden tegen die je ook tegenkwam in het risicoregister. Hieronder in de slide staan een aantal dingen zoals inleiding, beschrijving en voorgestelde oplossing en advies. Het is natuurlijk zo, als je een probleem ergens ziet, dan is het goed gebruikt dat jij ook de oplossing zeg maar verzint. En je beschrijft het risico en je geeft een aantal oplossingen om het risico te mitigeren. En uiteindelijk bepaalt de lijnmanager wat er gaat gebeuren. Ja, het is zo dat ik zie er nog vaak binnenkomen over MapGood. Daar staat inderdaad een heel. We hebben allemaal hele mooie producten. Maar ik vind de MapGood-methode, we hebben hem uiteindelijk 6 jaar geleden geadopteerd. Vind ik een van de betere risicoanalyse methodes. En waarom? Omdat je heel gestructureerd en toch handmatig een risicoanalyse kunt uitvoeren. En wij proberen ook die MapGood ook in alle producten die we maken terug te laten komen. Ook in toekomstige producten blijven we MapGood omarmen. En dat. Ja. In het hulpmiddel komt die ook terug. Want daar worden de risico's ook. Ja, MapGood aspect benoemd. Ja, klopt. Dus ja. Klopt. Nou, eigenlijk zijn we aan het einde van de presentatie aangekomen. Ik denk dat er nog één slide is. Nee, zie je? Ik heb nog een vraag. Ja, we kunnen nog even wat vragen beantwoorden. Gaan we doen. Ik zag in ieder geval langskomen op welke organisatie breed. Of misschien, het werd al gezegd clusteren, maar op welk niveau dat dan moet worden gedaan. Ik denk toch dat je. Het is zo dat wat ik zie bij veel gemeenten is dat afdelingen gewoon vrij zelfstandig zijn.
En eigenlijk denk ik dus dat je, als je bezig gaat met clusteren of met samenvoegen, dat je je richt tot afdeling. En als je het niet weet of twijfelt, ik zou zeggen, ga op zoek naar het mandaatregister. Want eigenlijk staan daar de verantwoordelijkheden in binnen de organisatie. En daarmee kun je eigenlijk vrij eenvoudig vaststellen waar bepaalde verantwoordelijkheden liggen. En daarmee vind je dus ook een persoon waar je mee in gesprek moet gaan. Is dat, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je op zich goed, denk ik. Dan nog een andere vraag die eerder binnengekomen is. Samenwerkingsverbanden, hoe moet het dan aangevlogen worden als er sprake is van een samenwerkingsverband van gemeenten? Ja, samenwerkingsverbanden is een beetje een dingetje. Als je de wet op de WGR, gemeenschappelijke regelingen, als je volgens de WGR een samenwerking hebt opgericht, dan wordt eigenlijk alleen maar gepraat over mensen en munten, maar niet over informatie en informatiebeveiliging. En dus ja, eigenlijk zou je in het contract met de samenwerking moeten afspreken hoe ze moeten omgaan met informatiebeveiliging. Want wij zeggen altijd bij de IBD, en volgens mij is het algemeen goed gebruik, verantwoordelijkheden kun je niet delegeren. Taken wel, maar verantwoordelijkheden nooit. Als je een ambtelijke samenwerking hebt, zeg maar, dus dat bedrijven van een aantal gemeenten samengevoegd zijn, ja, dan wordt het een beetje lastig, want de gemeente blijft verantwoordelijk. En dat zie je ook in NCA. De gemeente moet NCA invullen. En de gemeente heeft ook horizontaal toezicht, namelijk de raad verantwoordt zich, college verantwoordt zich aan de raad. Maar de uitvoering ligt bij zeg maar de ambtelijke organisatie. Dat is erg lastig, want wie is nu verantwoordelijk of wie doet nu eigenlijk wat? Ik denk je ook moet kijken naar het doel van de samenwerking. Want het kan natuurlijk zijn uitbesteding van ICT. Ondersteuning, ja, dat zijn dan de organisatie brede maatregelen die binnen het samenwerkingsverband getroffen moeten worden. Terwijl je toch waarschijnlijk vakinhoudelijke zaken bij de gemeente zelf uitvoert. Dus dan kom je weer bij die lijnmanager terecht voor de tweede gap, zeg maar. Ja, precies. Ik zie nog een vraag over de belangrijkste bedrijfsprocessen. Eigenlijk blijkt dat wel uit de Gemma-architectuur. En eigenlijk kun je het ook vrij eenvoudig vinden binnen je gemeente. Want als je vanuit de organisatiedoelstellingen kijkt waar ze voor staan, dan weet je ook wat op dat moment belangrijk is voor de organisatie. En dan weet je dus ook welke processen dat gaan ondersteunen. Dus je kunt afhankelijk van missie, visie, organisatiedoelstellingen collegeafspraken, kun je heel eenvoudig komen bij de doelstellingen voor de komende 4 jaar van een gemeente. En dus ook waar je dan dus de nadruk moet leggen als het gaat om het inrichten van, zeg maar, of het implementeren van de bio. Dan nog een vraag die ingesteld is. Is het verstandig om privacy bij dit proces te betrekken? Of vooraf? Ja, als het gaat om de vaststelling van de WWR-niveaus, is het natuurlijk handig om daar ook de functionele gegevensbescherming bij te betrekken. Als het gaat om de vertrouwelijkheid van gegevens. Dus die speelt zeker een rol. Ja. Ja, over dat eenvoudige hulpmiddelen wil ik nog wat zeggen. Het is een verzameling van tabbladen. En eigenlijk is alleen het tweede tabblad van belang, namelijk het tabblad met de 3 vragen voor BIF en die privacy selectie rechtsbovenin. Wij willen privacy op dezelfde manier aanvliegen als informatieveiliging, op dezelfde procesmatige manier. Al die tabbladen zijn niet verplicht omdat ze er zijn. Die tabbladen die zijn als achtergrondinformatie toegevoegd. En niet per se omdat je er iets mee moet, maar omdat je er iets mee kan. Ja. Iets mee mag eigenlijk. Ik zou wel zeggen, van ook het eerste tabblad is van belang, want daar staat de uitleg van het hele hulpmiddel. Dus ik zou het niet overstaan. Ik zou het eerste tabblad zeker niet goed doorlezen. En het tweede tabblad is dus eigenlijk de selectie. Dat is wat eenvoudig is. Wat nog mist in het eenvoudige hulpmiddel is dat je dan op basis van die selectie automatisch de lijst van gepaste maatregelen krijgt. En daar zijn we nu mee bezig om dat zo te maken dat als je in tabblad 2 eenvoudig 1 vraag beantwoordt, of zeg maar een aantal vragen beantwoordt, dat je dan gewoon aan het einde zegt, dit is een passende set met maatregelen. Die koppeling is er nu nog niet. En daardoor lijkt het nu wat onhandig. Het is nu meer, zeg maar, je bepaalt in 1 tabblad BBN en dan vervolgens krijg je van ons allemaal informatie in andere tabbladen die jou ondersteunen bij het, zeg maar, bepalen van maatregelen.
Oké. Zijn er nog meer vragen? Er was iemand die stelde de vraag, maar misschien dat het begin wel beantwoord is. Wat is het precies het verschil tussen controles en maatregelen? Ja, nou, een controle is natuurlijk een controle is een doelstelling, is eigenlijk iets waar je aan wil voldoen. En een maatregel is, is iets wat de controle ondersteunt. Dus als je, ik gebruik heel vaak de analogie naar een hek. Zeg maar, in een controle kan staan, u moet een hek hebben. En in de maatregel staat, hij moet van ijzer zijn, hij moet 2 meter hoog zijn en bovenop moet prikkeldraad liggen. Dus zeg maar, de maatregelen geven invulling aan de controle. En niet alle controles zijn zo eenduidig zo geschreven, ook niet alle maatregelen overigens in de bio. Maar in principe is de controle de doelstelling. Een audit kijkt altijd op controleniveau. Maar uiteindelijk is het hekje, de extra zaken rondom het hekje, de hoogte, dikte, lengte, wat even voor dingen die erbij horen, die bepalen uiteindelijk hoe hoog of hoe zwaar de controle is. En dus dat is ook de reden waarom de gap-analyse op maatregelniveau is en niet op controleniveau. Als je alle maatregelen hebt geïmplementeerd, kun je zeggen, het controle is geïmplementeerd. Als je namelijk andere maatregelen neemt die lichter zijn, dan kom je niet aan het niveau dat we willen bereiken of aan de doelstelling die we willen bereiken. Dat is ook precies het verschil tussen de bio en de ISO. In de ISO staat een hele grote tekst met allemaal suggesties. En in de bio staan concrete maatregelen die bijdragen aan het in controle komen. Nog een vraag. Nog 4 minuten. Invalt men goed, geen floten. Nee, Thijs, dat mag je niet zeggen. De DPIA is een verplichting vanuit de wet, dus je kunt niet zeggen ik hoef geen DPIA te doen. Het is wel zo dat we proberen om tot een praktische set te komen en waarmee we mogelijk de DPIA fase kunnen openslaan. Inderdaad, maar dat is nu nog niet zo. Nu moet je gewoon, als je die vragen hebt ingevuld op 2 tabblad, dan moet je nog gewoon steeds, als het een nieuw systeem is, een DPI uitvoeren. Als je een bepaalde score hebt. Ja. Nog meer vragen? Ik zie nog een vraag over de BBN-niveaus in het register van verwerkingen. Hoe die zijn bepaald. Ik heb aangegeven dat het standaard verwerkingsregister is een samenwerkingsproduct van IBD met een aantal gemeenten die met elkaar hebben gekeken naar welk niveau moeten we aan de verwerkingen toekennen die in het verwerkingsregister zijn genoemd. Dus het is eigenlijk vanuit gemeente aan ons verteld wat het niveau zou moeten zijn. Ja. En daar mag je natuurlijk anders over denken, want het is een handreiking die je naar eigen believen kunt aanpassen. Dan nog op de volgende, misschien nog een vraag over cloud leveranciers. Hoe daarmee omgaan? Ja, ik ga eerst nog even andere vraag beantwoorden. We hadden vroeger al in de Gemma bij de BIG, in de BIG-tijd, hadden we al uitgewerkt wat de BIF-score was per component. Voor de bio hebben we dus gewoon BBN-niveau aangegeven. We hebben dus voor alle basiscomponenten in de Gemma hebben we op BIF de klassificatie uitgewerkt op basis van de bio. En dus je kunt gewoon, ook dat tabblad zit in dat eenvoudige hulpmiddel. Je kunt eigenlijk heel eenvoudig bepalen welke DBN een bepaald systeem of proces heeft. Wat was de vraag, zei je? Hoe om te gaan met cloud leveranciers bij het bepalen van... Ja, dat is een lastige cloud leveranciers, want... cloud is eigenlijk een heel ruim begrip en je weet dus niet waar de knip ligt tussen jouw organisatie en de leverancier. Afhankelijk van of je een heel proces uitbesteedt, inclusief alles, of dat je alleen maar één applicatie van ze afneemt. Maar er zijn verschillende manieren, er zijn verschillende documenten. We hebben zelf ook een aantal documenten over cloud. Er is ook een cloud document gemaakt, de ICO geloof ik uit mijn hoofd. Ze noemen dat een wizard, maar het is een spreadsheet met een aantal tabellen, met een aantal dingen. Dat is altijd de hamvraag. Welke maatregel leg ik neer bij de leverancier? En vooral, hoe ga ik dat controleren? Ja. Maar daar, nogmaals, kijk naar onze cloud documenten. Daar staat al heel veel in.
niet per se maatregellijstjes, maar goed. Wel risico's en dreigingen. We hebben een link naar een aantal documenten die we hebben besproken tijdens dit webinar. Alles terug te vinden is op de site van de Informatieveiligingsdienst. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit webinar. Ik hoop dat de doelstellingen die in het begin van het webinar zijn genoemd ook zijn gerealiseerd. En dat dit een goede manier is om in een korte tijdsbestek toch veel informatie aan jullie over te brengen. In elk geval bedankt voor het deelnemen aan dit webinar en wellicht tot de volgende keer. Dankjewel.